daar heeft ze niet voor niet gedaan. Hè. Daarvoor gaat ze nog blijten. Hè. Nou, ik wil ook niet dat jij problemen gaat krijgen. Ja, ik heb meer problemen, zij. Ja. Ze is nu echt wel een stapje te ver gegaan. Ik zal haar zo'n beetje goed gaan expliceren. Ze. Verdomme. Nee, kom hier. Ja. Is dat toch een lieve jongen? En wou juist weggaan. Rosa. Weggaan, zei ik. Nu. Het is goed dat je ervan af bent, kind. Ja, tuurlijk. We zouden er niet gelukkig mee geweest zijn. Pas op, ik versta dat dat nu niet plezant is, hè? Maar achteraf, hè? Ja, achteraf zal ik zeggen dat er zoveelste is geweest die mij weer aan het lijntje heeft willen houden, hè? Voilà. En als je dan bedenkt hoeveel problemen ik op je nek had kunnen halen, hè? Ze zijn het niet waard, zo'n gasten, Rosa. Nee, nee, Jenny, dat is waar. Zo'n gasten niet, nee. Maar hoe komt dat nu dat ik altijd zo'n gasten tegenkom? Ja, wie zegt dat? Oh, eerst een Dirk, jaren geleden, hè? Dan de Luc. En dan de Frank. De Walter, de Nief, nu de Waldik. Een schoon lijstje, hè? En elke keer heb ik erin geloofd en elke keer hebben zij mij erin geluisterd. Maar dat is niet waar. Jij had ze door. En jij hebt er je op tijd van afgemaakt. Het is gelijk dat ons moeder altijd zei, jong. Ja, ik weet het. Dat de Jan van Pas nog niet eens langsgekomen, hè? Ja. Ik vind dat meneer Van Pas zich toch mag beginnen spoeien, want ik ben geen 18 niet meer. Ja, maar dat speelt toch geen rol? Zie eens naar mij. Hoe oud was ik niet toen ik de Dree ben tegengekomen en zijn wij gelukkig? Ja, hè? Jij hebt reden uit de duizend. Het groot lot heb ik ermee gewonnen, ja. Maar dat wil niet zeggen dat er in die tombola nog maar alleen troostreisjes zitten, hè. Rosatje, jij moet geduld hebben, schat. Jan van Pas komt. Een goed geweten. Yes, dat is nee. Zijn mannelijke voelen zich niet goed daarmee, hè. Ach, zij zo kleden voor Frank, dat zijn geen problemen, maar... Om zo met een deftig mens te gaan klappen? Ik zou me daar niet te veel zorgen over maken. Ah, nee? Hoe dat? Simone is toch vrouw genoeg, hè? En als zij dat niet wil, dan mag Frank op zijn kop gaan staan, maar dan gebeurt het niet. Nee. Maar hij dan hele dag met zo'n gezicht rondlopen, zeker? Nee, nee, ze heeft dat gedaan om zijn zeven discussies te vermijden. Dat kan misschien meegespeeld hebben. Maar ze heeft ze dat vroeger nog gedaan, ze, hè? De femme fatale gespeeld. Toen ze Frank onder de naak wou slaan, dan was ze heel kort van stof. Maar dat vond je toch ook niet goed, zeker? Natuurlijk niet, maar wat kon ik eraan doen? Het was er een naard. Ah, maar dat is verleden tijd. Daarna heeft ze zich altijd deftig gekleed. Ze beseft maar al te goed wat dat kan teweegbrengen bij een man. Vooral na die affaire vorig jaar met Luc. En daarom vind ik het ongepast van Frank om haar in die rol te duwen alleen maar voor de lieve centen. Tja. Hing, bingo! We hebben het! Yes. Die directeur heeft al getekend en al. Fantastisch, zuster. Dat is minstens voor een half jaar job. En die van Verkammen, hè? Die kunnen er nog fluiten. Ja, dat ook nog, dat ook nog. Oh, wat maken wij er toch allemaal mee? Ik zou hun gezicht willen zien. Als ze dat afroepen, zo. En de winner is... Sanitechniek. Baf, zo'n gezicht. Oké, Frank. Het is goed, het is goed. Zien jullie wel dat het geholpen heeft? Wat is het? Tettenballet? Dat je troeven heeft uitgespeeld? Die gaf zijn ogen nogal de kost tegen die directeur? Nee, Frank. Hoe nee, Frank? Ik heb zelfs mijn vak geen eens uit gehad. Mijn knop is dicht gebleven tot boven. Serieus? Hoe heb je dat dan gedaan? Ah, hey, met mijn koppeke, hè. En niet met de D's. Ik heb tegen mijn eigen gezegd, Simonneke, je bent nu een baas, dus gedraag je gelijk een baas. En laat zien dat je een beetje inhoud hebt. En dat je geen halve hoer bent die het alleen maar van de verpakking moet hebben. Hey, en voilà. Je ziet wel, hè? Allee dan. Luc. Die Ben de Witte, je zei toch zeker dat hij te vertrouwen is, hè? Leontien, ik heb toch gezegd dat ik zelf van hem zou geleend hebben? Ja, dat sluit niet uit dat jij ook bedrogen had kunnen worden. Nee, natuurlijk niet. Maar ik zou vanzelfsprekend mijn voorzorgen genomen hebben. Alles op papier zetten, ja. Maar... als er miserie van komt, in hoeverre is dat dan officieel? Leontien,
Weet je wat? Schakelt een notaris in. Een notaris? Ja, een notaris. Laat een notaris uw eventuele overeenkomst met Ben de Witte superviseren. Het zal u wat geld kosten, akkoord. Maar je gaat tenminste 100% zeker zijn. Officiëler dan dat kan niet. Je hebt gelijk. Dat is safe. Bedankt dat je me daar doet aan denken. Ja, is toch niet meer dan normaal? Of zeg, zij vergeten wat ze in de kerk vertelden? Mannen, heb uw vrouw lief. Behoed haar en bescherm haar tegen alle gevaren. Wie zijn vrouw bemint? Die pakt nu een telefoon en belt Ben de Witte op om te zeggen dat ik een afspraak wil. Voorzekers. Gij zult het u niet beklagen. De Witte. Allee, wat stond dat nu weer? Wat zoekt dat? De nummer van de MO, van zijn gsm. 0496-2291-60. Ken jij die van buiten? Ja, zeg. Ik heb de MO in de tijd van Verkammen dikwijls genoeg gebeld, hè. En voor wat moet jij die hebben? Ik zou die willen vragen om bij ons te komen werken. De MO? De MO, ja. Dat is wel een goede loodgieter. Ja, maar... Oh, ja, ja, maar... We hebben volk nodig, Simon. Ik ken dat niet alleen, hè. Al die gemakken daar gaan placeren in die school. Luc en Leontien zullen lachen. Reden te meer. Het is juist omdat ik de mouw wil hebben. Dan zet ik ze nog een pet in een korf. Hoe was die nummer, zeg je? Dan krijg je eerst een algemeen overzicht van alle materialen die we in voorraad hebben. Tegels, toiletten, badkamers enzovoort. Als jij nu op dat icoontje klikt... Hier zo. Nee, dat niet. Dan wist ik het de bolle uit. Oei, dan ben ik alles kwijt. Nee. Maar eer je dat hersteld hebt, dan... Oh, een momentje. Sorry. Met Mo. Ah, Mo. Het is de Frankie, Frank Boma's. Heb je even tijd? Ja, zeg maar. Ja, maar niet langs de telefoon. Ik zou eens willen spreken onder vier ogen. Bah, ik ben hier iemand wat uitleg aan het geven over... Je moet gewoon niet lang duren. Het is nogal belangrijk, ja. Ik denk dat het veel belangrijker is dan die een uitleg die ik ontgeven zei. Wel, Allee, wat is het? Over een kwartier in te smissen? Maar mijn werk dan? Werk. Je hebt toch een break, of niet? Ja, maar... Ah, wel dan. Come on, binnen een kwartier in de intersmissie. Zorg tegen de zijde, want het is een kwestie van leven of dood. Je wilde eens even kijken. Ik heb die file van afvoerbuizen geopend. En wat moet ik nu doen met die maten? Ah, dank u. Is het al wat beter? Weet wat het probleem met Eva is, Yuri? Dat zij mij verwijten dat ik het verleden niet kan vergeten. Maar eigenlijk is het zij verdorie die het verleden niet kan vergeten. Die altijd over Pierre begint. Ja, tuurlijk. Zij kan gewoon niet hebben dat wij samen iets hebben en daar draait het om. En zij niet alleen, hè. Mocht zeker zijn, hè. Dat Sen en Marie dat die er alles aan zullen doen om kapot te maken wat wij met elkaar hebben. Ja, wel, dat moet maar eens gaan gedaan zijn. Daarmee ga ik er ze beter naartoe, hè. Yuri. Nu weet toch dat ik niet wil dat jij problemen krijgt, hè. Ik heb lang genoeg gezwegen, hè. Het wordt tijd dat die drie eens wat klitsen op hun blot gaat krijgen. Als dat wat meer problemen voor mij betekent, voert. Dat kan me niet meer schelen. Nee, tot straks. Ja, de koffie zal klaarstaan. Maar lief. Ja, met iets straffers erbij. Ja. Tot straks. Ja. Vandaag heb je het gehoord, hè. Tussen 11 en 12 staat hier. Amai, je laat er ook geen gras over groeien. Ja, dat is toch nog een bewijs dat hij goed in de slappe was zit. Anders zou hij zo scheutig niet zijn om naar hier te komen. Excuseer, ze hebben dat juist binnengebracht. Dat is van een droogkuis. Het is uw trouwkleed. Is dat nu al klaar? Ja en nee. Ze krijgen het niet meer proper. Ja, ze kunnen de vlekken er niet uit krijgen en ja, dan hebben ze het maar teruggebracht. Ik moet er wel niet voor betalen. Het zou er nog moeten bijkomen ook, zie je nu. Heel dat kleed naar de knoppen. Maar ik ken iemand die daarvoor gaat boeten. Ah, nee, zeker. Frank Boma's. Het is goed, Veronique. Hangt daar maar aan de kapstok. Leontien, er is nog iets. Ik heb problemen met de computer. Ja, vraag dat aan de mooie. Zit ervoor bij u? Die is er niet meer. Hoe? Ja, die kreeg een telefoontje. En 2 minuten daarna was hij weg. Telefoon van wie? Dat weet ik niet. Ja, was ik met de computer bezig dan? Maar enfin, die moet hier zijn. Wij zeggen wat hij moet doen of laten. Hoe is dat nu toch mogelijk? Waar is die nu naartoe? De school ik hier op het dorp. Oh, de papschool.
Hier, de pagetter, wat had onze Frankie gehad? Al die toiletten, al die pottekes. Je moet niet vragen, die kleine mannen die pissen er nog niet naast. Zeg, Frank, je moet er geen tekeningetje bij maken, hè, jong. Ah, hier is mijn maat, hè. Goed dat je gekomen bent. Je gaat er geen spijt van hebben. Wat is er ineens zo dringend, Frank? Ah, ik dacht, ik u direct uitleggen. Geef hem eens een pintje, Jenny. Nee, koffie alsjeblieft. Ik moet nog werken. Ah, ja. Je mag rusten dat jij gaat werken. Jij gaat werken dat de stukken in de gebeuren vliegen. Kom, ga eens zitten. Ik zal het eens allemaal expliceren. Come on. Heeft niks geholpen. Rosa die wilde zelfs niet luisteren. Toen is madame Jenny erbij gekomen en zij hebben mij buiten gesmeten. Aan de deur gezet als vuilbak. En nu? Wij gaan wat doen. Wij gaan niets doen. Je gaat mij toch helpen? Met wat? Een kind? Tuurlijk. Nee. Oh, Waldeck. Nee, Beata, nee. Je had moeten nadenken. Op mij, jij moet niet meer rekenen. Jij bent mijn broer. Broer, ja, maar niet vader. Ik ben niet verantwoordelijk voor kind. En ik zal zeker niet grootbrengen. Want uw kind is schuld van alles dat mijn leven is kapot. Mijn leven. Oh, Waldeck, jij kunt dat niet doen. Ik kan wel. En ik kan veel meer. Waar gaat je naartoe? Drinken. Vergeet in wat je hebt gedaan. En vergeten dat alles is kapot tussen Rosa en mij. Is ook schuld. Nee, Frank. Wat na die 6 maanden? Als dat werk in die school klaar is? Oh, dan komt er toch iets anders aangewaaid. Je weet toch hoe dat gaat in onze steel? De ene klant brengt de andere mee. Bij Verkamp ben ik zeker. Bij ons ook, bij Sanitechniek ook. Hey, wij zijn stil, mannen, allebei. De mensen gewoon content zijn. Dat is toch de schoonste mondreclame die je kunt hebben? Ja, maar toch. Ah, en daarbij, jij zegt dat je zeker bent bij Verkamer, maar dat weet ik nog zo niet. Hoe zijn er problemen? Ja, er gaan problemen komen, ja. Door ons, door Sanitechniek. Door onze ervaring, onze stilkennis. Scherpe prijzen, wij. Ze gaan moeten inkrimpen, bezuinigen, mensen ontslagen. Jij misschien ook. En wat dan? Hoe staat het dan? Weer zien ze. Maar als het te laat is, komt niet klagen. Komt niet klagen. Want als we met genoegen zijn... Pas op, ik zou dat heel erg vinden. Ik moest zeggen, we zijn met genoegen. Maar zaken zijn zaken. Het is keihard tegenwoordig. Ja? Doe het, jong, kom aan, doe het. Laat ze gewoon stikken in hun vet. Kom bij ons werken, bij Sanitechniek. Uw broeken is gebakken. Ik moet daar toch over nadenken. Dat is goed. Oké. Denk je maar eens na. Maar niet te lang, want een andere kandidaat, dat is op 1, 2, 3 gevonden. Ja? Tegen vanavond is dat goed? Ten laatste. En hoe zit het met je? Hoe zit het met... In ieder geval veel meer dan we kunnen. Hoeveel? Dat zullen we wel zien bij het tekenen van het contract. Maar dat zal een pakje meer zijn. Dat geef ik u op een briefje. Bon, ik ga terug. Anders krijg ik nog mijn voeten. Allee, jong, dat meen je nu toch niet? Drinkt u mijn koffie uit? Je kent Leontine. Ik heb al dikwijls de bonen gefrit. Jij weet dat allemaal normaal. Als ik natuurlijk niet op mijn werk ben. Ah wel. Luister, dat is nu iets waar je bij Sanitechniek geen last van krijgt. Hè? Een minuut meer of een minuut minder, dan zijn wij niet mee bezig. Wij zijn geen klein jong, oké? Okay? Ik ben weg, Frank. Oh. En ik laat er in ieder geval iets weten. En alvast bedankt voor het aanbod. Ja. Ik hoop in ieder geval dat het niet bij een aanbod zal blijven. We zullen zien. Huh? Assalamu alaikum. Salut. Dat is bingo. Ja, en wel, wij moeten iets klappen en dat moet niet eens lang duren. Nu moet jij mijn groot zusje zijn, zoveel als dat je wilt. Hè. Tussen Isabel en mij blijft uit. Is dat duidelijk? Wij zien elkaar graag en de manier dat jij haar vanmorgen behandelt, dat is schandalig. Ze komt gewoon naar hier met de beste bedoelingen. Met de beste bedoelingen? Maar Yuri, die kon mij hier wel uitmaken voor een naïeve trut, hè? En een jaloerse tik die haar broer de duivel wil aandoen. Dat heeft ze zeker niet gezegd. Maar dat was nog maar het begin. Oh, gasten. Maar... wat ze daarna gezegd heeft, dat wilde niet weten ze.
Jori, ik hoor wel over dat je bezig bent. Bemoei je niet. Nee, bemoei je niet. De rol die jij erin speelt met Marie, daar hebben we het ze beet nog over. Rol, Jori. Omdat wij vinden dat Eva gelijk heeft, of wat? Nee, ze heeft geen gelijk. Ze bemoeit zich een beetje te veel met mijn relatie en ze wil niet inzien dat Isabel mij nodig heeft. Die heeft u niet nodig. Jori, ze houdt u voor de zot. Domme, er is ze weer zin. Eva, voor de laatste keer, dat is niet waar. Voor wat heeft ze er dan mee gelachen dat onze pa dood is? Wat? Och, Jori, die zit hier wel te zeggen dat dat toch spijtig is dat onze pa is moeten sterven omdat ik niet wou inzien dat ik niks voor Pierre betekende. Dat heeft ze letterlijk gezegd. Hè. Allee. En? Ik weet het niet. Hij doet het niet. Dat zeg ik niet, maar hij heeft nog niks definitief gezegd. Hij was schrik dat hij hier binnen 6 maanden gaat gedaan zijn. Wat is dat nu voor een onnozelaar? Ja. Ik klap al van gedaan en we zijn nog geen eens fatsoenlijk begonnen. Ja, zeg, Simon. Trouwens, ik heb eens nagezien, hè, Frank. Nou. Eigenlijk zouden wij zelfs 2 nieuwe gasten kunnen gebruiken. Ik weet het goed genoeg. Waarom vraag je het is niet aan de zwaar? Dat is waar, lot dat uit. En al dat gezever over die Josiane, dan doe ik het nog liever alleen. Dat gaat u nooit lukken van zijn leven. We zullen wel zien. We zullen wel zien. Probeer Ctrl-Alt-Delete eens. Ja, dat heb ik al geprobeerd. Kijk. Er komt geen beweging in. Verdomme, nee, ik heb echt wel andere dingen te doen. Ah, proficiat. Je komt toch nog terug? Ah, sorry, Leontien, maar ik moest even weg. Ja, hier moet jij zijn en nergens anders. Hè. Je privézaakjes regelden na het werk, oké? Okay? Het heeft echt niet lang geduurd. Te lang. We hebben problemen met de computer. Die hadden vermeden kunnen worden als jij het niet had afgebold. Maar ja, het is altijd hetzelfde met je soort. Mijn soort? Wat wil je daarmee zeggen? Niks. Het werkvolk natuurlijk. Hè. Ik wil zeggen dat je op tijd moet zijn. Nee, jij wilt daarmee zeggen dat je mij niet vertrouwt, omdat ik een Marokkaan ben. Alleen maar profiteren, niet werken. Heb jij mij die woorden horen uitspreken? Nee, maar ik kan zien dat jij ze dacht. Fijn, Mo. Jij bent aan mij verantwoording verschuldigd. Ik niet aan u, oké? Okay? Dat geeft u nog niet het recht racistische klappen te vertellen. Racistische klap, Moke, word je zwakker? Of jij nu bruin, blank, geel of zwart zij. Het feit dat je niet doet wat er van u gevraagd wordt, daar gaat het over. En daar maak ik zoveel opmerkingen over als ik wil, oké? Okay? Het is de eerste keer dat dit gebeurt. Ja. Dat weet ik heel goed. Dat is dan 1 keer te veel. Hm? Omdat ik het ben. Zij je daar nu weer? Ik werk hier al meer dan 2 jaar. Heb jij ooit klachten gehad over mij? Nee. Heb jij me ooit gezegd dat ik het goed deed? Of een schouderklopje gegeven? Ook niet. Maar ik moet even weg. Hoe lang heeft het geduurd? 10 minuutjes, een kwartiertje maximum? En ik word dan onmiddellijk gecatalogeerd als een van die soort. Ja, voor de derde keer, Mo, ik bedoelde... Wat gaat daar ook mee bedoelde, Leontien? 1 ding zeker. Dat jij mij niet vertrouwt. Voor u ben ik er zo in dat je voortdurend in het oog moet houden. En dat gaat me iets te ver. Daarom, salamu alaikum. Ja, maar nou waar gaat jij, zeg? Het afstappen. Ziet jij dat niet? En zeker niet zeggen naar waar. Ik werk hier toch niet meer. Ja, maar Mo, enfin, zijn nu is redelijk, Mo! Goeiedag, Ben de Witte. Ah, goeiedag. Aangenaam, Leontien Verkamme, vrouw van Luc en zaakvoerster. Aangenaam. Goedemiddag, mevrouw Verkamme. Probleempjes? Oh nee, een kleine discussie met een werknemer, niks speciaals. Het is stil waar het nooit waait. Ja, inderdaad, ja. Komt u binnen. Nee. Gaat u maar. Dank u. Ah, ben jij nu al terug? Ja. Dat is rap, hè? En? Heb je het Eva eens goed gezegd? Ja, we hebben een leerrijk gesprek gehad. Ja. Je hebt een leerrijk gesprek gehad. Nou, absoluut. We hebben het gehad over wat jij deze morgen zoal gezegd hebt tegen ons, Eva. Ik moet zeggen, het was heel interessant. Ja, dat wist jij toch al? Niet alles, nee. Ja, dat zal niet. Ik heb je ook nog het een en het ander bespaard, ja. Zij waarschijnlijk niet zeker, hè? Ze zal wel wat extra zout in de wonden hebben gestrooid, hè? Nee, toch niet. Toch niet in die wonden. Oeh. Toch niet in die wonden. Zeg, jullie, wat is er? Je doet zo raar. Wel, ik heb met een paar mensen gepraat die mijn ogen hebben doen opengaan. Blijkbaar zijn jij vanmorgen niet naar daar gegaan om je te verzoenen met ons Eva, maar om de boel nog wat op te blazen. Klopt dat? Hetgeen dat je over onze pa hebt gezegd?
Gezondheid. Cheers. En vertelt u mij eens waar u dat geld voor nodig heeft. Om terug enige aandeelhouder te worden in deze zaak. We zijn ooit met z'n drieën geweest. Mevrouw Bastiaans, Luc Bomans en ikzelf. Ja. En Luc heeft ondertussen zijn aandelen aan mij afgestaan. En toen waren ze nog met z'n tweeën. Juist, ja, juist. En de aandelen van mevrouw Bastiaans liggen nu ook ter beschikking. Hmm. Zij wil ze verkopen. Zij moet ze verkopen. Het is te zeggen, de kredietinstelling die ze van haar in onderpand heeft gekregen, wil ze kwijt. Aha, zo. Die mevrouw Bastiaans heeft dus schulden. Met hopen. Kijk, de nominale waarde van die aandelen is 1,4 miljoen. Maar mits een bod van een half miljoen euro, is de firma bereid ze voor mij te reserveren. Ze willen daar ook duidelijk eieren voor hun geld kiezen. En naar dat half miljoen bent u nu op zoek? Ja, zeg maar koortsachtig. Ik heb 24 uur de tijd gekregen om het te vinden. En wat kunt u als borg geven? De firma. We draaien de laatste tijd een zeer behoorlijke netto-winst, hè? Absoluut. Ja, ik had meer gedacht aan juwelen, huis, ander onroerend goed of... Meneer De Witte, zou ik in dat geval al niet lang naar een bank zijn gestapt? Lenen bij een particulier doet je toch alleen maar als er geen andere mogelijkheden meer zijn? Ja, dat is waar, maar u moet begrijpen dat ik mij niet zomaar in een financieel avontuur stort. Nee. Met andere woorden, u bent niet geïnteresseerd. Dat heb ik niet gezegd. Maar ik wil toch een minimale zekerheid. Als u mij nu eens uw boeken liet zien. De boeken? Ja. Sanitaire Kamer draait met winst, hoor ik. Dus zult u er toch geen bezwaar tegen hebben om mij daarvan zwart op wit de bewijzen te tonen? Hm? Nee, natuurlijk niet. Nee. En niet alles, hoor. De balansen van de laatste jaren volstaan. Oké. Alsjeblieft. Dank u. Vaas wat, ander werkvolk of niet, ik begin er al op die toiletten. In het begin is dat toch maar wat afbreken, daar heb ik geen loodgieters voor nodig. Hierbij, hier dan een paar weken verder zijn. Salam alaikum. Ja, hier zit de Mo. Wat kom jij doen, jongen? Wat is het? Niet blij om mij te zien? Jawel, maar je hebt gezegd deze avond. Maar ik wil zo lang niet wachten. Hoe wil je zeggen? Wat denk jij? Doet het? Wanneer mag ik beginnen? Doet het. Ja. Fantastisch, godverdomme. Kom hier. Ik weet niet wat ik moet doen van contenten ben. Hoe zeggen ze dat? Welkom bij Sanitechniek. Ja, merci, Frank, merci. Er is alleen nog één ding. Ah, joh, joh, dat is de pre. Allee, pak dat maar even. Nee, dat is het niet. Ik kom niet alleen. Hoe? Ik zou willen dat je nog iemand aanneemt. Mijn maat van Beverkamen. Die is daar ook bij. En ik kan goed met hem samenwerken. Je komt dat geroepen. Maar ja, we hadden het er juist over dat we eigenlijk nog een tweede gast zouden kunnen gebruiken. Liefst? Ik denk niet dat jij hem kent, Simon. Hij is van na uw tijd bij Verkammen. Maar kent hem zijn stil? Nee, anders zou ik hem niet aanbevelen aan Frank. Allee, zeg hem maar dat hem eens langskomt, hè. Hij is hier. Hoe, hij is hier? Ik heb hem gevraagd buiten te wachten. Ik wist niet hoe hij zou reageren. Momo, kan alsjeblieft. Laat die jongen toch binnen? Zus, kun je het helemaal in de zakos. Nu zijn we zeker met genoegen. Hi, folks. It's me, de Reggie. Alles kent zonder de Reds.